Volgens een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur krijgen vanaf 2015 jaarlijks 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 cliënten in de GGZ met een lagere zorgindicatie geen toegang meer tot intramuraal verblijf. Ook in Noord-Holland sluiten verzorgingshuizen en zijn er in de toekomst mogelijk onvoldoende geschikte woonvormen om ouderen en mensen die langdurige zorg nodig hebben thuis te laten wonen. Welke betekenis hebben verzorgingshuizen en aanleunwoningen? En wat betekent zo lang mogelijk zelfstandig wonen voor deze ouderen? Elke dag doe ik een stukje werk om in beweging te blijven. Want de hele dag lezen, de hele dag zitten is ook helemaal niet voor me. Maar ik moet me wel dwingen om naar buiten te gaan. Ja, dat is om in beweging te zijn en ook de dag door te komen, hè? Gelukkig krijg ik straks hulp van een tuinman die dit allemaal gaat doen. Want dat vooroverstaan in de tuin, dat lukt me ook niet meer. Dus wat ik hier in huis nog kan doen met die vetplanten, ja, daar heb ik nog veel plezier mee. Het moment dat ze hier kwamen, ook, hadden ze dus meteen geconstateerd dat dus de ruimte die ik had, die was dus vrij krap. En we kregen meteen alle medewerking om dus aan de voorkant aan te bouwen en dus 2,5 meter aan de achterkant aan te bouwen. Zoals dus ik het nu woon, ken ik dus overal alle kanten heen. Je moet een beetje voorzichtig werken, want je moet bijvoorbeeld niet in een glad kleedje die doucheafdeling inrennen. Dan ga je natuurlijk onderuit. Dus ja, je hoort wel van andere mensen die dus stomme fouten maken. En wat dat betreft heb ik maar een heel enkele keer dat ik ook zo'n stomme fout maak. Ik bel wel als het niet goed gaat, als ik nog bellen kan. Ik had mijn telefoon altijd een beetje op ooghoogte staan. En dat heb ik verplaatst naar beneden. Dus mocht ik dus vallen, dan zal ik, want ik ben wel hard voor mezelf, naartoe kruipen en dan kan ik wel de telefoon pakken. Dus daar heb ik alleen voor gezorgd. Alle maaltijden doe ik verder hier, maar de warme maaltijd die gaat dus in de Perelaar, in de grote zaal van een stuk of 30 mensen. Met drie vrouwen zit ik aan de vaste tafel. Dus nou, we hebben het heel goed met elkaar. Ja. En ik moet zorgen dat ik niet te veel eet, want dan word ik te dik, kan ik mijn kleren niet meer aan. Dus ik doe heel voorzichtig met eten, maar ik geniet er wel van als het lekker is. Ja. Als er mensen niets meer kunnen, krijgen ze hun eten en hun drinken. Dus dat is natuurlijk prachtig. Maar ik ben niet iemand die bij die clubjes moet zitten en britsen en kaartspelletjes of voorlezen uit zo'n krant. Oh nee, dat zou ik niet kunnen hebben. Maar voor mensen die dat dus niet kunnen, is het geweldig. Ja, gewoon gezellig bijvoorbeeld zeggen in de koffiekamer of beneden gezellig zitten, gezellig praten, gezellig over dingen praten of over van vroeger of wat dan ook. Dat interesseert me veel meer als winkelavonden en dat is voor mij nog niet weggelegd. Ja, er wordt heel veel met familie natuurlijk en met de buren wordt erop gerekend dat er hulp komt. Maar ik denk dat dat het tegenvalt hoor, de mogelijkheden om dat allemaal op te vangen. Ja, want de mensen zo hulpbehoevend zijn, dat is met een beetje burenhulp niet meer op te vangen. Dat ze moeten bezuinigen, oké, maar ik vind dus de zorg wordt al heel veel beknepen. En dus voorheen had ik bijvoorbeeld zeggen twee personen omheen en nu heb je één persoon om je heen. Kijk, de ene zegt misschien van, hey, mooi, dat zijn zinkjes, die kunnen we ergens anders voor gebruiken. En de ander zegt van, nee, we gebruiken het voor de zorg. Ik denk dat de gemeente natuurlijk al wel heel veel doet. Maar of men kan beseffen dat, zoals je soms hoort, dat de nood zo hoog is voor die mensen, geloof ik niet dat ze daar wat aan doen kunnen. Ik geloof dat het wel uit jezelf moet komen en uit je omgeving.